Zo glad was het vanochtend op veel plaatsen in Nederland. Dat kwam doordat regen op de al bevroren grond terechtkwam en dat weer een laagje ijs vormde. Vooral in Friesland en Groningen waren er veel ongelukken op de wegen. Daar stonden ook bussen stil door de gladheid. In het hele land is vandaag in totaal 5,5 miljoen kilo zout gestrooid om de wegen weer veilig te krijgen. Vanmiddag trok de gladheid op veel plekken weg. Veel scholen hielden vanwege code rood hun deuren dicht of besloten alleen online les te geven. De leerlingen van basisschool De Boomgaard in Amsterdam mochten wat later naar school. Heel voorzichtig komen de kinderen vanmorgen aan. Veel lopend of met de auto. Sommigen durven het aan op de fiets. Ging het een beetje? Ja, ik ben wel bijna gevallen, maar het ging op zich wel, ja. Eeuw, het is echt heel vies weer. En vooral die regen is ook het probleem. Die zorgt ervoor dat die sneeuw smelt en ik kan zelf ook weer bevriezen. Dus op sommige stukken is het echt spekglad. Bij mijn huis is het alles ijs, dus ik ben al bijna 2 keer gevallen. En ik vind het echt niet meer leuk. Ik ben 2 keer uitgegleden. Oh ja? Ja, net. Toen ging ik even een beetje rennen. Dat ging niet. Vanochtend toen liep ik uit het huis en toen viel ik bijna om van de gladheid. Voor de zekerheid opent de Boomgaard pas om 22:30 de deuren. Zoals je kan zien is het spekglad hier in de buurt. En veel leerkrachten die komen van buiten Amsterdam. Dus we hebben geen risico genomen en zijn 2 uur later open gegaan. Ik vind het wel fijn. Ik kan uitslapen. Dus. Ik vind het wel slim, want anders zouden er veel meer ongelukken kunnen komen. Ja, ik had geen zin om naar school te gaan dan. Want dan wil je echt gewoon thuis blijven in plaats van om 22:30 naar school te gaan. Hier in ieder geval wel les vandaag. Ook al was er code rood gegeven. Nou, een beetje overdreven hoor. Want je kan er makkelijk over lopen. En met de auto. Vervelend zeg maar dat we allemaal zo dicht zitten en zo. Maar ik snap het op zich wel. Zijn alle leerkrachten inmiddels veilig binnen? Ja, de laatste is net om 22:50 gekomen. Die was net aan op tijd. Die had een vertraging met openbaar vervoer. Maar iedereen is er, dus gelukkig kunnen we beginnen. Veel plezier. Zet hem op, hè. Goedemorgen.